De Flevohof had weer eens een speciale attractie. Trekker-trekwedstrijden, waar duizenden bezoekers op afkwamen. Om het Nederlands kampioenschap moest een trekker een oplegger voortrekken waarop een betonblok rust. Dat betonblok wordt tijdens de rit mechanisch steeds meer naar voren geschoven. Voor, onder de oplegger, is een stalen bodemplaat die zo, onder het gewicht van het blok, steeds meer wrijving van de grond ondervindt, tot de combinatie uiteindelijk stilstaat. Er waren landbouwtrekkers bij die het karakter hadden van een kunstwerk. Een van de vaak fraaie combinaties was de Pink Panther. Al werd het hier veel rook en weinig wol, wat de prijzen betreft. En ondanks het feit dat Dombo vernuftig voorzien was van een heuse Rolls-Royce vliegtuigmotor, viel ook hij niet in de prijzen. Het lukte Smokey Bear in zijn klasse de volle 100 meter af te leggen, de grootste haalbare afstand. Deelnemers Boer en de Otter uit Meerkerk hadden er hard aan getrokken.